The imminent poetry is een centraal idee in de presentatie van Herman de Vries in het paviljoen van Rietveld voor de Biennale van Venetië. Het idee is ontwikkeld vanuit gedachten over het werk van Herman de Vries, maar ook gebaseerd op ideeën die Gerrit Rietveld heeft geschreven over zijn architectuur. Waarom kiezen we voor imminent poetry? Omdat Herman in zijn hele oeuvre bezig is om de poëzie van de dingen in de dingen te vinden. Dat moeten we gewoon kijken, want je ziet wel dat die ruimte best wel veel vraagt. Maar goed, het is mooi, je kunt die intimiteit afwisselen met die monumentaliteit. Ja, hier heb ik nog niks gedacht, omdat ik hier gedacht heb aan waterprojectie. Ja. Als dat mogelijk is, als dat niet mogelijk is, komt hier plassen die hele ruimte vrij voor alle andere overwegingen. Mm-hmm. Ja, hier heb ik ook nog niks over gedacht. Mm-hmm. Dat is maar zo groot. Het departement, het is even klein. Mm-hmm. Het hele oeuvre van Herman draait erom om de poëzie van de werkelijkheid te ontdekken, als het ware. En te presenteren en te laten zien. Daarom is Herman ook zo bezig om dingen heel direct te tonen. Omdat alle betekenissen van buitenaf, die wil hij zoveel mogelijk er eigenlijk afpellen. Zodat de dingen zelf verschijnen. Het is mooi hier in Venetië te zijn, om in de lagune te gaan kijken. Dat was een essentieel deel van Venetië. Ik ben nu hier op het eiland waar de pestkranken heen gebracht werden. Het is een prachtige wereld, vol met huizen die instorten en voor de natuur overgenomen worden. De vlier groeit door het venster heen. Je ziet hoe de natuur dat alles omarmt. De grote moeder die alles terugneemt wat bij haar behoort. En wat de mensen tijdelijk hebben overgenomen. Een heerlijke gebeurtenis. En dat aspect wil ik graag op de Biennale laten zien. Het is buiten, hè? Als Infinity klinkt, Infinity. Is het buiten. Ja, dat vind ik juist heel mooi. In is buiten. Ja. Kom binnen en je ziet eerst hier drie verband brande boomstammen. Het beeld waarmee je binnenkomt. Plus op de achterwand komt een handgeschreven tekst. Een tekst die ook niet alleen een geschreven tekst is, maar ook een spoor is van een performance. Het moment waarop Herman die tekst schreef. En gaat het om de concentratie van het schrijven en het proberen met een onbewuste hand de tekst weer te geven. Met de tekst, to be always, always to be, dus Herman varieert die woordelementen als een soort mantra. To be always to be, gedrukt in Kathmandu. To be all, to be to be. To be all. All to be, to be. All to be. To be ways. Ways to be. Ways to be happy. En die
zweeft daar in zwarte houtskool boven de wand. Dan word je die kant opgeleid. En dan in dat kabinet van Rietveld, zal ik maar zeggen, daar hangt een groot tableau van wintervegetaties. Grassen die in de winter verzameld zijn, waargenomen, opgepakt, ingelijst en tot een groot tableau zijn gemaakt. Links voor je komt een hoop met rozenknoppen. Een heel sensitief werk, wat heel erg op je zintuigen werkt en wat dus eigenlijk veel meer voortbrengt dan wat je ziet. Eigenlijk is het een prachtig object om naar te kijken, maar tegelijkertijd vult die geur van het object vult de ruimte. Dit is eigenlijk de laatste ruimte die je ziet, waarschijnlijk als bezoeker. Maar er zit natuurlijk niet een vaste routing in de tentoonstelling. Maar hier zie ik, hier komen een aantal bladen aan de muur te hangen. Bij ons idee de hele muur vol met aarduitwrijvingen, met aarde die direct op papier is aangebracht, die direct op het papier is gewreven. Uit alle windstreken van de wereld. En natuurlijk zullen we hier niet alles tonen, maar we zullen een hele brede selectie kiezen die in ieder geval die veelheid en die diversiteit benadrukt. Alles uit de wereld komt te samen. Herman is een reiziger en verzamelt onderweg en neemt dat mee en geeft dat weer. En toont het en laat zien wat die variëteit is. Wat hier op bladen op de muur gehangen wordt, wat geplaatst wordt, wat je hier in die veelheid gaat zien. Als allerlaatste van deze richting van de tentoonstelling, een klein boekje wat daar tegen die wand op een sokkel komt te liggen met alle namen van planten waarvan Herman zich herinnert dat hij die ooit tot zich genomen heeft. Flora incorporata, dus flora die je in je lichaam hebt gestopt. En dat is een heel mooi klein groen boekje met op iedere pagina één naam. En dat kunnen de mensen in bladeren. Het is tegelijkertijd ook een hommage aan Herman als boekenmaker, want dat is ook een heel belangrijk aspect van de kunstenaar. Het zeewier wat er is, dat zich beweegt en het schuim wat er overheen dreigt en de golven die erop slaan en het geluid van de boten en het geluid van het klotsende water, dat vind ik erg mooi alles tezamen. Heel gewoon, ik moet er naar kijken. De tentoonstelling september 2014 in het Stedelijk Museum Schiedam gaat over het oeuvre van Herman de Vries. De tentoonstellingen in het Guggenheim Museum in New York en in het Stedelijk Museum Amsterdam en in de Martin Gropiusbouw in Berlijn. Daarin is Herman vertegenwoordigd als kunstenaar, behorend tot de grotere zero-bewegingen. En de tentoonstelling op de Biennale van Venetië in 2015 die we voorzien, die gaat heel erg over het huidige werk van Herman, waarin de relatie tussen mens en natuur centraal staat, met installaties en beelden die handelen over het verloren gaan van die relatie, over verandering, existentie en vergankelijkheid. Het is echt een hele actuele tentoonstelling over zijn werk. Het werk van Herman de Vries heeft een hele sterke interne, immanente poëzie. En ook de architectuur van Rietveld heeft dat. En ze hadden ook beide het ideaal dat de mens in staat is om te leven in een open werkelijkheid en aan deze open werkelijkheid zelf vorm te geven. Maar ze maken ook een heel betekenisvol contrast. We hebben in gedachten vooral een heel sterk statement waarin een beeld naar voren komt wat in een nutshell, in een notendop weergeeft hoe rijk
en divers en inhoudelijk en hoe visueel interessant het werk van Herman is.